Verschillende rijksmonumenten in de gemeente Arnhem verkeren al langere tijd in slechte staat. GroenLinks stelde hier vragen over. Welke twee panden gaat het om? Het gaat om Villa Schoonheuvel in Arnhem-Noord en de voormalige hervormde pastorie in Arnhem-Zuid in Elden aan de Huissense Dijk. Okay, de panden zijn in slechte staat. Hoe moet ik dat voor me zien? Hoe is de staat van onderhoud ongeveer? Nou ja, ik ben geen kenner van bouwgebouwen, maar ik zie wel echt bijvoorbeeld ook bij de villa en de voormalige pastorie in Arnhem-Zuid dat de ramen afgeplakt zijn, dat het allemaal schots en scheef hangt, dat de verven afbladdert en het ziet er gewoon heel slecht uit. En op een gegeven moment kunnen gebouwen zo ver vervallen dat ze natuurlijk niet meer te herstellen zijn en dat willen we voorkomen. Ja. Nu is niet de eerste keer dat dit onderwerp ter tafel komt, ook niet vanuit uw partij. Kunt u even die geschiedenis schetsen? Waarom duurt het zo lang voor er actie ondernomen wordt? Villa Schoonheuvel heeft een wat kortere aanlooptijd. Daar zijn we iets korter mee bezig. Dat speelt ook wat minder lang. Maar bijvoorbeeld de pastorie in Elden hebben we al 4,5 jaar geleden de eerste vraag over gesteld. Want toen was het al een slechte staat. En eigenlijk de afgelopen 10 jaar, en misschien nog wel langer, zie je dat dat gebouw eigenlijk aan zijn lot is overgelaten. Villa Schoonheuvel is er ook bijgekomen. Eerder hadden we ook over andere panden nog zorgen. Dus je ziet dat soms eigenaren met monumenten niet op zo'n manier omgaan zoals we eigenlijk hopen dat ze ermee omgaan. Ja, nou goed, en bijvoorbeeld Pantus zegt van nou, 4,5 jaar geleden al vragen gesteld. Vandaag de dag is dat nog steeds niet opgelost. Heeft de gemeente nou niet meer middelen om daar iets tegen te doen? 4,5 jaar geleden nog niet, maar in de tussentijd is er een nieuwe wet gekomen en die wet geeft de gemeente wat meer mogelijkheid om te gaan handhaven. En daar zitten wel stappen in, dus je kan niet meteen gaan strooien met boetes. Dat is ook niet het doel van GroenLinks, maar je kan wel zeggen, nou, we willen een plan hebben en jullie moeten aan de slag. En als jullie dat niet doen, dan kunnen we wel wat meer maatregelen gaan nemen. En die wet die bestaat sinds een paar jaar en daar gaat de gemeente nu ook werk van maken. Ja, dus vanavond eigenlijk aan de wethouder gevraagd van, gaat er nu eindelijk ook echt iets gebeuren? Wat voor antwoord heeft u gekregen? Wat zijn de plannen nu voor deze twee panden? Heel kort gezegd, ja, hij gaat ermee aan de slag. De pastorie is wat verder. Ik zei al, dat bestaat al wat langer, die zorgen. Daar gaan de komende maanden plannen voor geaccordeerd worden, hopen we. En dan gaat ook letterlijk de verbouwing beginnen om het gebouw te herstellen. Villa Schoonheuvel zijn nu de plannen ook in de maak, maar nog wat prille stadium. Ik hoop dat ze dit voorjaar ook aan de slag gaan. Maar in ieder geval dat de plannen goedgekeurd worden en dat de villa hersteld gaat worden. Je was tevreden met dit antwoord vooralsnog? Ja, natuurlijk hadden we het liever 4 jaar geleden gehad. En hopen we ook dat in de toekomst panden gewoon niet meer zo ver komen. Maar voor nu is dat een mooi resultaat.